Wat is de impact van de coronacrisis voor ons? Wel, wij zijn een facilitair bedrijf, dus wij leveren aan de verschillende kantooromgevingen en verschillende andere klanten in verschillende segmenten. Schoonmaak, catering, receptiediensten. Dus wij zijn echt in die kantooromgeving aanwezig. De catering die is volledig dichtgegaan, alle bedrijfsrestaurants zijn dichtgegaan. Dus het volledige cateringomzet is terug naar nul gegaan. De schoonmaak is ook naar beneden gegaan, want de kantoren zijn dicht gegaan enerzijds, dus daar was geen schoonmaak meer nodig. Anderzijds doen wij ook heel veel activiteiten in de industrie. Dus bijvoorbeeld Pfizer is een grote klant van ons, waar dat we dan de omzet weer naar boven gegaan is. Dus daar is dat wel finaal op het einde van de rit redelijk status quo gebleven. Maar als je kijkt naar de totale omzet van ISS, dan zijn we 3 jaar terug in de tijd moeten gaan. Dus we hebben ongeveer een 10% omzetdaling gehad. Welke vernieuwingen en innovaties hebben wij nu ingevoerd? Dus vooral op schoonmaakvlak gaan wij meer kijken naar dagschoonmaken, naar meer ontsmettingen toe, dat we toch een veilige omgeving kunnen creëren voor de medewerkers die toch naar de kantoren moeten komen. En ook naar catering toe zijn we nu aan het zien van hoe gaan we de mensen toch op een veilige manier continu eten kunnen geven. Dan, wat dat ook nog nieuw was, is dat we als alternatief voor de events, nu dat alles digitaal is, konden die niet meer doorgaan, hebben wij eigenlijk lunchboxes voorzien, waar dat we met verschillende sterrenchefs samenwerken om leuke dingen aan onze mensen te geven van lekker eten. De corona heeft natuurlijk een grote impact gehad op de relatie met onze medewerkers. Anderzijds hebben wij ook heel veel arbeiders en van die arbeiders zijn er ook veel mensen die in de keuken staan en die zijn natuurlijk al een hele tijd thuis. Dus dat is heel moeilijk om die mensen gemotiveerd te houden. Nu, omdat wij verschillende diensten hebben, kunnen die mensen ook andere activiteiten gaan doen en die staan daar ook echt voor open. Dus dat is wel fijn dat we die op die manier terug aan het werk kunnen zetten. Wij geloven wel dat er een impact zal blijven na de coronacrisis over vooral de kantooromgevingen dan. Die gaan minder groot zijn, maar wel op een andere manier ingericht. Mensen gaan standaard dingen meer van thuis doen, maar als ze naar kantoor komen, dan gaan ze wel de beleving willen hebben van op kantoor te zijn en van samen met collega's te kunnen werken en brainstormen.